En het is vandaag de dag van de slang, jongens. Ja. Terecht dat veel mensen bang zijn voor slangen. Nee, want er gaan wereldwijd meer mensen dood door bijen en wespen dan door een slangenbeet of een wurg van een slang. En nu ben jij toevallig, weet ik, heel erg bang, Wietse, voor slangen. Nee. Holy shit! En ik heb een slang voor je geregeld. Wat gebeurt hier? Ben jij bang voor slangen, Wiets? Oh, dat vind ik filo. Holy nee. Dit moet ik even... Nou, jongens, wacht eens even. Hou eens even een beetje afstand. Er komen hier in één keer 3 mensen de studio inlopen. En de vrouw die hier naast me staat, die heeft gewoon een enorme slang in haar hand. Ik heb Wiets nog nooit zo wit gezien. Helemaal. En ze heeft een slang. Oh god, dat beest is echt 2 meter. Oh, wat een mooi dier. Maar Wiets, wil je hem niet even om je nek? Nee. Dit moet... Oh, ik word hier echt helemaal... Oh, kom eens even naar de microfoon. Ja. Holy kwekkemolie. Marloes is in de studio. Wat heb je gedaan? Marloes, kom eens even bij de microfoon. Ik kan je niet zo goed verstaan nu. Is dit beter? Ja, wat heb je meegenomen, Marloes? Ik heb Nagini meegenomen. Dit is mijn boa constrictor imperator. Mijn boaartje, eigenlijk. En hoe groot is jouw boa constrictor? En dan bedoelen we echt de slang, hè? 1,85 meter. Ja, precies. 1,85 meter. En wat weegt hij? Ongeveer 8,5 kilo. En wat eet hij? Typisch als Wietse? Of, Nou, misschien... Nee. Maar Wietse, je verkrampt helemaal. Ja, maar ik vind slangen de meest verschrikkelijke dieren op aarde. En ik weet niet wat ik ermee heb, want ik heb er geen slechte ervaringen mee of wat dan ook. Maar ik vind het zo eng. En altijd als ik filmpjes zie van mensen die dan met zo'n slang zitten te spelen. Ik heb daar echt op afstand al via beeld dat ik begin te shaken. Dat ik denk van, oh, dat beest. En nu, ja, je ziet het dat ik tril. Maar dit, ik kan maar durf je om je nek te doen, Wiets? Nee, tuurlijk niet. Nee? Nee, maar misschien niet. Kom je dan wel over je angst. Ja. Raak hem even aan, Wiets. Oh ja, maar dit is echt, jongen, nee. Maar Loes, loop maar heel even naar Wietse toe. Ik ben een soort klein kind nu ook. Oké, blijf rustig zitten. Maar Loes, die komt nu naar me toe met de enorme boa constrictor. Wat is het, constrictor? Constrictor. Boa constrictor. Oké, ik ga nu zijn staart aanraken. Zo. Nou, Wiet. Oh, maar dat vind ik heel knap, dat je dat durft. Het is zo precies zoals ik dacht. Is hij nat? Zo'n glad huidje. Is hij nattig? Nee, hij is niet. Het is gewoon een heel vies... Wat een mooi beest. Oh, dat beweegt allemaal ook. Dat is dus, ik ga nog inmiddels, je raakt zijn staartje aan. Intussen zit hij met zijn kop te snuffelen aan het scherm hier. Oh, wat is dit eng. Ik vind het echt te lijp. Durf je niet om je nek te doen? Ja, ik durf het natuurlijk niet. Maar ja, je gaat me natuurlijk... Zal ik dat doen? Ja, doe maar. Durf je dat wel? Nee, tuurlijk durf ik dat niet. Maar ik word voor het blok gezet hier op de radio. We zijn op landelijke radio. Ja, nu moet je wel. Ja, dus zit ik hier in één keer met de... Ja, maar durf je aan hem te snuffelen? Nee, ik durf het echt niet. Dus kun je het een beetje soort van bij me doen of doe niet? Doe het maar gewoon. Oh, dat weet ik. Ik kan niet beloven dat ik niet schrik, zeg maar. Dus, ja, hij bijt niet, hè? Het is een wurgslang. Dus maakt niet uit als hij in je nek gaat zitten. Een wurgslang? Ja, toch? Toch, ik weet niet toch? Of ik het wel wil. Ik weet niet of ik dit wel wil. Nee? Ja, oké, kom maar. Oh. Het is veilig. Maak je echt niks. Nee. Oh, Wietse, die verkrampt helemaal. Oh, holy shit. Doe maar weg. Doe maar weg. De internationale dag van de slang. Wat zijn jullie een stelletje klootzakken, zeg. Sorry, we zouden gewoon even 5 weken op de winkel van Frank Dane passen. Zit hier met Chris en Frederik en op dag 2 krijg ik een slang in mijn nek. Stelletje slangen. Nou, weet je ook eens hoe ik me voel in het weekend? Ja.